En dan praat je met haar. Hey. Wat gebeurt er? Heel lekker ding. Hoe gaat het? Nee. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Yours Today. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag namelijk met Emma. Wij gaan vandaag iets superleuks doen, namelijk de hoe overleef ik het eerste jaar van de middelbare school. En in deze bak zitten allemaal verschillende vragen die jullie hebben opgestuurd. En daarop gaan wij advies geven. Dus misschien beantwoorden jouw vraag wel. Of het het beste advies is, dat weten we niet. We gaan het voor ons best doen. En als jullie deze video alvast leuk vinden, doe jullie duimpjes omhoog. En laten we beginnen. Ja, jij mag beginnen. Moet ik beginnen? Ja, begin maar. Oké, is goed. Oké, de eerste is, ik vind de jongen in mijn klas superleuk. Alleen hij wordt door een aantal andere jongens gepest, waardoor ik niet durf te zeggen dat ik hem eigenlijk heel leuk vind. Help. Ik heb al advies. Als jij die jongen echt zo leuk vindt, dan zou je eigenlijk er wel wat van moeten zeggen dat hij wordt gepest. Ook al durf je dat misschien niet. Want als jij hem echt zo leuk vindt, dan gun je dat diegene toch juist niet. Ja, dus ze is eigenlijk bang dat ze dan als ze zegt tegen hem dat ze hem leuk vindt, dat zij dan ook wordt gepest. Ja. Nou, ik zou dan scheid hebben, want je staat sowieso samen sterker. Lekker. Ja, leuk hè? Ik begin dit wel. Oké, next. Oké. Hij is echt slecht. Oké, ja, doe. Ik ga volgend jaar naar de middelbare school en ik ken niemand. Wat moet ik doen? Nou, Niels, wat moet hij of zij doen? Ik kende ook niemand toen ik naar de middelbare school ging. Eigenlijk niemand. Ik wel. Ik had wel een beetje. Ik kwam ook bij kinderen in de klas die ik al wel kende. Ik niet. Maar, wat heb jij gedaan dan? Iedereen is eigenlijk gewoon bang. Want je hebt zoiets van, oké, iedereen is nieuw. Grotendeels is nieuw. Dus je moet eigenlijk gewoon zelf op mensen af durven stappen. Ook al lijkt dat heel eng, weet je wel. Iedereen is zenuwachtig, iedereen vindt het spannend. Dus gewoon op mensen afstappen. Want anders ben je het hele jaar alleen en dat is niet zo leuk. Dankjewel. Maar misschien ook slim is, waar ik dan aan denk. Als je bijvoorbeeld voor de eerste keer naar de middelbare school gaat, neem bijvoorbeeld van die snoepjes mee. Want iedereen vindt snoepjes lekker. Dus dan als je dan lekker zegt, hey, lust je dit snoepje ook? Dan heb je meteen iets om over te praten. Praten. Toch? Ja. Yay! Stiekem wil ik graag een oorbel, maar ik ben bang dat mijn vriendinnen mij gay gaan vinden. Ook, dus het is dus een jongen, ja. Ik vind dat absoluut niet het geval en het is juist hartstikke cool. Wat vinden jullie van oorbellen bij jongens? Jij had ook een oorbel, toch? Nee. Maar het ligt er ook aan wat voor oorbel. Als je echt zo'n lange met zo'n grote ring, dan vind ik het een beetje raar eruit. Dat vind ik niet echt heel vet of zo. Niet echt heel nice. Zo'n knobbelding, hoe noem je dat? Een knopje. Zo'n knopje. Nou ja, daar vind ik niks verkeerd. En als je dat zelf leuk vindt, wat kan jou het schelen? Ja, en sowieso, fashion kent geen gender. Net zoals de nieuwe collectie van Nick en Nick. One. Ook genderneutraal. Hey. Maar ik heb nog nooit gezoend. Dus ik durf geen ja te zeggen. Wat moet ik nu doen? Proeven een beetje kussen. Nee. Niet wakkelen. Maar even serieus. Dat advies zag ik een keer gestaan. Nee, luister. In groep 8 wou ik dat ook weten wat je dan moest doen. Misschien dan ging je kussen aflebberen. Nee, ik ging opzoeken op zo'n website en daar stond oefen met een voorwerp of met een kussen. Dus kijk, als jij nog nooit hebt gezoend. Ja, als jij nog nooit hebt gezoend, kijk. Een glas. Ja, je weet het nog nooit. Oké. Oké. Volgende vraag. Neem het niet aan. Mijn vrienden roken allemaal en dwingen mij eigenlijk om mee te doen. Ik wil dat niet, maar durf ook niet te zeggen omdat ze me anders een loser vinden. Ja, Doe het niet. Zoek lekker andere vrienden. Ja, precies. Als die dan zijn het geen echte vrienden als je je gaan dwingen. Je moet niet meegaan met de groep. En als jij het gevoel hebt dat het groepsdruk is, dan moet je echt nieuwe vrienden gaan zoeken. Want echte vrienden zouden je nooit dwingen tot iets. En dan helemaal niet zoiets stoms als roken. Mijn ouders hebben niet zoveel geld, waardoor ik niet altijd de leukste en de duurste kleding kan dragen. Mijn vriendinnen krijgen wel altijd alles, waardoor ik het gevoel krijg dat ik er niet bij hoor. Hoe kan ik er alsnog leuk uitzien? Ik snap dit wel. Het maakt niet uit wat je draagt. Als je het zelf maar leuk vindt en sowieso als vrienden of vriendinnen jou gaan judgen over wat je aan hebt, dan zijn het geen echte vrienden. Kijk, wacht. Ik heb een voorbeeld. Ik kom terug, wacht. Kijk, nou komt ze hoor. Dit is Tamara. Hoe kom je op die naam? Dat weet ik niet, dat gegaan. En Tamara? Een dun hoofd. Tamara is mijn beste vriendin, maar ze kan niet heel veel dure kleding aanschaffen. Maar ik vind Tamara super lief van binnen en Niels is een nieuwe jongen. Ik ken nog helemaal niemand. En die denkt eigenlijk op eerste instantie, wat heeft die aan? En dan praat je met haar. Hey. Wat gebeurt er? Heel lekker ding. Hoe gaat het? Nee.
Niels gaat dus met haar praten en vindt Tamara uiteindelijk toch superleuk. Van innerlijk. Dus wat van uiterlijk natuurlijk ook wel, maar wat qua kleding aan. Kleding ze aan heeft, ze is leuk van binnen. Tamara haar haar jeukt. Ze heeft luizen, denk ik. Ja. Wacht. Vast onder de hoofd. Vonden jullie deze video nou leuk en vonden jullie ons advies nou ook super goed? Doen vooral jullie duimpjes omhoog. En als jij nou kans wil maken op een van deze twee superleuke items, dan moet je zeker het volgende doen. Dan moet je namelijk je beste advies op een van deze vragen die wij net hebben beantwoord zetten in de reacties. En dan maak je kans op een van deze twee superleuke Nick & Nick items. En de winnaar van vorige week komt hier nu in beeld. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En hopelijk zien we jullie weer tot de volgende keer. Doei doei! Doei. Nee, ik ga het niet nog een keer doen. Zij wel. Wat deed hij dan?